Crossfire X is natuurlijk een enorme rage in Azië. Maar het staat tegenwoordig ook op Xbox Game Pass. En betekent dat dan dat wij met z'n allen ook die game gaan spelen? Jij heeft hem in ieder geval gecheckt. En, ja. Oh, ja, dit klinkt dan niet best. Nee. Feitelijk kan ik nu al de conclusie trekken dat je dit echt heel hard moet slopen. Ja? Is dat dan al gelijk een soort van verkapte review ook? Het is de review. Okay. Ja, want hij komt. De 10e is die uitgekomen. Nou, daar begint het verhaal al. Dus hij komt op Game Pass. Ik Game Pass opstarten, staat er niet op. Okay. Moet je hem echt gaan zoeken bij nieuw game. En dan zoeken. En daar staat hij dan. Oh, daar kan je ook op Game Pass klikken. Er zit een campaign in. Twee campaigns heb je erin. Eén daarvan zou op Game Pass zijn. Tot op de dag van vandaag is die niet unlocked voor Game Pass. Ze zeggen, ja, daar zijn we mee bezig. Okay. En ik ben er best wel. Kijk, in principe maakt me allemaal geen hol uit. Er zijn zoveel leuke games om te spelen. Maar ik ben hier best wel pissig over. En niet zozeer vanwege dat deze game niet werkt. Dat ga ik zo wel uitleggen. Maar ik vind sorry voor de, ja? Dat ik wat nee? zeg. Maar ik vind het best wel vet uitzien, om heel eerlijk te zijn. Kijk, het ziet er best wel vet uit, moet ik zeggen. Ja. Maar het heeft ook een PlayStation 3 vibe om een of andere reden. Nee, dat is het ook absoluut. Nou, kijk, de reden waarom ik zo ongelooflijk pissig hierover ben. En heel veel mensen met mij is. Microsoft was zo goed bezig. Ja. Zo goed bezig met Game Pass. En Game Pass. Wat was het probleem van Game Pass? Dat er gewoon. Waar was iedereen bang voor? Er is geen content. Er moet veel content op. En er komt allemaal van dat soort bullshit games op. Om maar content te hebben. Een beetje wat Netflix nu heeft. Ik zit te kijken van wat is er nieuw op Netflix. En ik krijg gewoon 16 Poolse films uit 1956. Ik denk van wat moet ik ermee? Maar er moet content op. En ja, dat is ook wel wat mensen heel vaak Game Pass kwalijk nemen. Hè? Die hebben zoiets van het gaat meer om kwantiteit dan kwaliteit. Zeker. Ja, ik vind dat er meer dan genoeg voor het spelen valt wat wel de moeite waard is. Zeker? Maar ik zie zeker ook het beetje het Netflix-fenomeen waar je het over had. Ja. Over hebt. En op het begin van Netflix was het echt een must-have. Mm-hmm. Tegenwoordig zijn er heel veel concurrenten die vette shit bieden. Waarvoor ik echt exclusief ook een lidmaatschap wil hebben. En met Netflix, ik merk het ook man, ik zit zo vaak avonden gewoon doorheen te scrollen. Er is niks meer. Ja, nee, matig, laat me zitten. Ja, nee, nou, dat is het een beetje. Ze waren gewoon hartstikke goed bezig. Vette dingen aangekocht. Halo was fantastisch. Forza was fantastisch. Leuke deals met games die dan al meteen voor een deel speelbaar waren. Zoals Rainbow Six is nu speelbaar, Siege. Deze game is een jaar uitgesteld. En alles, maar dan ook alles aan deze game is niet oké. Okay. Laten we beginnen met de resolutie. Dit is echt lelijker dan 720p, denk ik. En het lekt als een flapdrol. Ik wou een woord zeggen wat ik niet moet doen. Laten we maar zeggen. Het lekt als een malle. En het is een hele simpele game. Het is feitelijk Counter-Strike. Het is gewoon letterlijk Counter-Strike, maar dan de Aziatische versie ervan. Super populair daar. Het ziet er wel mooier uit dan Counter-Strike. Dat moet wel. Het ziet er wel mooi uit dan Counter-Strike. Wat je krijgt is twee campaigns die je dus niet kunt unlocken, want daar moet je dan voor betalen. Ze zeggen dat het op Game Pass staat, maar het staat er niet op. Okay. Dan krijg je ook nog eens een keer de modern en de classic multiplayer mode. Hou je vast. In totaal zijn dat 5 modes met 5 maps erachter en that's it. Oké. Okay. En dus je speelt de hele tijd hetzelfde. Dan heb je het probleem dat dit is een PC-game en het is crappy overzet. Ik ben blij dat je dit weekend niet hebt proberen uit te vogelen, want het speelt voor geen meter. Gewoon de controller mapping voelt gewoon niet zo heel erg goed. Nee, absoluut. En ja, progressie is volkomen onduidelijk. Ik heb het echt 3 dagen gespeeld en ik ga niet omhoog. En de hele tijd komt die shop in beeld. Je kan ook een vet wapen kopen. Kort, ik weet dat het free-to-play is. Dat snap ik. Maar dan moet het wel goed zijn. En dit is gewoon niet goed. Op geen enkele front is dit goed te noemen. Heb ik er lol mee? Uiteindelijk, op een gegeven moment snapte ik wel hoe het werkte en dan kwam ik wel in de top 2. Dus daar haal ik altijd wel bevrediging uit. Maar dit kan gewoon niet. Maar, bedoel, is dit een beetje, om het oneerbiedig te zeggen, want het is overduidelijk wel het steltje waarvoor ze gaan. Is dit een beetje een AliExpress Call of Duty? Ja, nou ja, dit is gewoon AliExpress Counter-Strike met de verkeerde besturing. Maar we wel echt Call of Duty vibe, toch? Als ik de absoluut. En ook de attachments hebben ze dan ook een beetje, de muscle en dat soort dingen. Het zit er allemaal in. Ja, het is van alles en niets. En wat ik gewoon niet begrijp is, kijk, dat dit soort shit wordt gemaakt, alla, snap ik. In de PC-wereld, het wemelt ervan. Maar Game Pass, het is net als met Apple, weet je wel. Apple begon ooit ook goed, weet je wel. De games die erop stonden waren vet en op een gegeven moment hebben ze de sluizen opengegooid. Ja.
En krijg je dit soort shit. En ik vind dat Microsoft moet dit niet doen. Jij wil gewoon eigenlijk... Er moet een kwaliteitsnorm. Van, ja, een quality of seal, zoals Nintendo dat ooit heeft geïntroduceerd. Toen er ook de markt werd overspoeld door games die eigenlijk niet de kwaliteitstesten zouden kunnen doorstaan. Ja. En dat begin je hier nu ook een beetje te merken. Nee, absoluut. En ik neem het de media ook kwalijk. Want ik dacht van, nou, dan ga ik even kijken wat de media van vindt. Er wordt gewoon niet gereviewd, deze game. Wat daar aan de hand is, weet ik niet. Het kan niet zo zijn dat er een embargo op zit. Want iedereen kan het op Game Pass spelen. Ik zie Windows Central is de enige die het gereviewd in IGN France. Dan denk ik van, ja, dit is toch best wel belangrijk. Dat deze game, die zo groot is in Azië, nu ook gewoon speelbaar is op de X. Er is geen marketingcampagne, niks. Ze wisten gewoon... Het is een beetje een cyberpunk en dat vind ik jammer dat ze dat doen. Moeten ze niet doen. Nee, ja dat is wel een beetje het ding inderdaad. En dat merk ik ook. En daarom precies dat probleem wat je ook opperde bij Apple. En Android natuurlijk ook. Gewoon dat die hele Play Store en die App Store helemaal overspoeld worden door allemaal games die eigenlijk alleen maar een soort van lauwe kopie zijn van iets anders om maar je geld afhandig te maken. En gewoon scheidgame zijn. Daarom hebben zij toen Apple Arcade opgestart. Wat ze in ieder geval gecureerde lijsten spellen die bijvoorbeeld geen lootboxes bevatten en ook gewoon een bepaalde kwaliteit aanhouden. Dat moet Microsoft ook dus gaan doen. Vind ik wel, want Crossfire X, het is tijdens de afgelopen E3 Xbox persconferenties, persshows, streams, wat het ook is het een aantal keren voorgekomen. Het werd toch wel een beetje gepresenteerd als iets groots. Logisch, het is groot. Het is misschien wel groter dan Counter-Strike, in ieder geval in Azië. Het wordt massaal gespeeld. Dus ik vind dit niet zomaar iets wat je zei, ja, wat maakt het ook uit? Want kijk, het maakt niks uit. Je weet nu dat je die moet halen, dus moet je het ook niet doen. Maar het doet me heel erg denken aan het begin. Ik weet niet of dat... Ja, volgens mij was dat ook Xbox Game Pass. Toen ze voor het eerst die BR-game, hoe heet die nou? De een van de allergrootste eerste. Die heeft Microsoft toen ook gekocht. PlayerUnknown Battlegrounds. Ja. Weet je, die kwam ook in één keer naar Xbox. Dat was zo'n enorme hype. Microsoft heeft precies op de hoogtepunt van de hype hebben ze volgens mij de game gekocht. Ja. En toen naar Xbox gebracht en het draaide gewoon niet. Het was letterlijk onspeelbaar. Het was 15 fps. Het zag er nog kutter uit dan dit. En toch gaan ze daar dan wel over het algemeen voor. Ja, ik snap dat hele mechanisme er niet aan. Is dat, want geld kan hier niet een rol in spelen. Want het is nou ook niet dat ze hier misschien mega veel aan verdienen. Je kan me ook niet vertellen dat ze dit niet zien. Want als ik het opstart of jij start het op of iemand anders, dan zie je dat het niet werkt. Is dit een gevolg van een blinde... rukzichtloze vaarkoers waarop ze zijn beland, waarin ze zeiden van player aantallen. Nou, want bijna alles wat Microsoft aanhaalt, alles is terug te herleiden naar hoeveel actieve spelers. Dat is ook de hele tijd wat ze communiceren, weet je wel. En dan denken ze misschien, oh, dit is een free-to-play game, enorm populair in Azië. Hetzelfde natuurlijk bij PUBG toen. Ja. Dat trekt gegarandeerd heel veel actieve spelers. Nee, dat zou wel kunnen. En er zijn ook wel wat mensen, als je gewoon kijkt naar wat Microsoft de komende maanden gaat uitbrengen, is er ook een... Kijk, Sony komt nu wel eventjes, die zitten even nu in de glorie. Die hebben de hele tijd niks gehad, die komen nu even met gloriedagen terecht. Microsoft heeft nu even niks, dus misschien dat de reden is dat ze dachten, fuck it, gooi het dan maar gewoon online. En dan hebben we in ieder geval iets vers. Ja. Laten we dan geen PR-campagne doen, laten we ook niks aan de media zeggen. We dumpen het gewoon online, dan misschien reviewen ze het niet. Nou, dat doen ze inderdaad niet. En wat je dan krijgt is iets... de potentie is er om... Want free-to-play is hartstikke leuk. En dit is ook hartstikke leuk voor free-to-play. Maar dan moet je kijken hoe... Maar als het free-to-play is, waarom heb je dan Xbox Game Pass nodig? Ja, voor die campagnes. Ja, nou, het is ook helemaal niet free-to-play, want dat moet je dan weer betalen. Het zit vol met dingen die je moet unlocken. Dus het is ook nog een beetje shady allemaal. Het is echt een misbaksel. Ik vind het echt... je kan zeggen van... Jezus, gast, wat maakt het uit? Buiten schijnt de zon. Maar ik vind dit eigenlijk... Ik vind het zonde, omdat er... Nou, dat doet gewoon een merk Game Pass dan schade aan. Ook, en er zijn gewoon kids die hier intrappen en misschien wel weer daar geld aan gaan betalen en denken van, dat zijn mooie dingen. Dus ik had gehoopt dat zij dus toch een soort van Phil Spencer aan de deur zetten van, dit mag er wel in en dit mag er niet in. Maar blijkbaar is dat dus niet zo. Geen kwaliteitseisen. Kak. Ja, helaas. Ja, slopen met die handel. Psst.